Vertegenwoordigers gaan we nu het woord geven aan de sociale partners. En dat doen we in drie verschillende debatten van 30 minuten telkens. Met telkens drie vertegenwoordigers van de vakbond en drie vertegenwoordigers van de werkgevers. Et donc, pour participer à ce premier débat, nous avons autour de la table M. Olivier Valentin de la CLVB-CGSLB, Michael De Goos de l'UNISOC, Danny Van Assen, UNISO. Ok, Danny Van Assen, UNISO. Ok, dus wacht. Dat had gekund. Sorry. Van een andere vakbond. Wacht even, hè. De eenheidsvakbond. Meneer Leemans. Ja, dat ben ik nog altijd. ACV-CSC, Thierry Botson, ABVV-FGTB en Pieter Timmermans, de VBO-FEB. Ce débat va essayer peut-être de revenir de façon générale sur les présentations qui ont été faites ce matin. Il y a eu toute une série de thèmes qui ont été abordés. Ik zal misschien een vraag zeer algemeen stellen. Wat zijn volgens u de belangrijkste resultaten uit die thematische werkgroep? Wat is u het meest opvallend? Wat zijn de grootste uitdagingen wat betreft werkgelegenheid van mensen buiten de EU? Kunnen we misschien heel snel iedereen aan het woord laten? Vous voulez commencer? Meneer Timmermans, ja? Ja. Okay. Grootste uitdagingen zijn voor mij de volgende, dat wij een drievoudige mismatch hebben op de arbeidsmarkt. In termen van kwantiteit, in termen van kwaliteit en in termen van geografie. En dus, we zeggen dat al heel lang, en als we daar niet gaan aan werken, dan gaan we ook op dit thema altijd met pijnpunten. Wat bedoelt u precies? Wel, er is een verschil tussen de vraag en aanbod in aantallen. Er is een verschil tussen vraag en aanbod in kwaliteit, in vorming, in opleiding en beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. En er is een verschil tussen regio's en subregio's. Hier minder beschikbaar en daar meer beschikbaar en omgekeerd. En dit geldt ook voor het thema van vandaag. En een andere algemene conclusie is dat er heel veel wetgeving bestaat, heel veel regels, federaal en regionaal, en dat niemand uiteindelijk nog weet in welke richting dat we moeten gaan. En dat bedrijven totaal niet meer weten welke regels ze soms moeten toepassen. En soms zijn er zelfs contradictorische dingen. Dus dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de goede werking van een arbeidsmarkt. Mm-hmm. Dus het is een eerder pessimistische vaststelling. Dat is uw omschrijving. Ik vind dat een realistische vaststelling. Ja. In plaats van pessimisten, ik stel de feiten zoals ze zijn. En dus daar moeten antwoorden op komen. En dan denk ik dat de werking van de arbeidsmarkt kan verbeteren. En dan krijg je dus de activiteitsgraad, het werkstellingsgraad, naar een hoger niveau. Misschien komen we straks dan terug op de mogelijke oplossingen dan. Mm-hmm. Puisqu'on va revenir en détail par la suite, peut-être... Moi, ce que je retiendrai, c'est... C'est un tout petit peu comme Peter, il y a en effet toute une série de, comment je veux dire, de réglementations qui existent, de choses qui existent. C'est une matière qui est compliquée puisque systématiquement, en tout cas fréquemment, il y a différents niveaux de pouvoir qui sont impactés. Ce qui est transversal, c'est en fait qu'on peut avoir les meilleures réglementations du monde à partir du moment où derrière, de façon beaucoup plus pratique peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de les mettre correctement en œuvre. C'est là qu'il y a des problèmes aujourd'hui. Soit parce qu'il y a peu ou pas assez de relations entre les différents niveaux de pouvoir, entre les régions, entre le fédéral et le fédéré, etc. Soit parce qu'il manque de personnel pour faire un certain nombre de contrôles. Soit parce qu'on ne traduit pas suffisamment rapidement ou de façon suffisamment claire des réglementations générales pour les mettre en application, soit dans les secteurs, soit dans les entreprises. Donc c'est plutôt cet aspect-là des choses moi, qui me paraissait assez,
assez évident d'un point de vue transversal, c'est comment traduire des règles générales en expressions beaucoup plus concrètes sur le terrain. Wel, wat mij vooral opvalt is dat we heel vaak, wanneer we kijken naar werkzaamheid van mensen van buiten de EU27, zeggen we dan, dat we heel vaak gaan denken in termen van discriminatie. Ik heb daarnet minister Claire Fayino horen zeggen van deze werkgelegenheidsconferentie rond discriminatie. Wel, is er discriminatie? Ja, uiteraard is er discriminatie en daar moet iets aan gebeuren, maar dat is maar een deeltje, en ik vrees zelfs maar een beperkt deel, van de eigenlijke problematiek van dat er een veel te lage werkzaamheidsgraad is van mensen die van buiten de EU afkomstig zijn. Als we kijken naar discriminatie, bijvoorbeeld, we hebben nog deze week een bevraging bij KMO-werkgevers gedaan. En we vragen daarvan, kijk, wanneer u een vacature heeft en u heeft iemand die voldoet aan alle mogelijke voorwaarden om die op te nemen, wel, zou u iemand met de volgende karakteristieken dan aannemen, die voor de rest voldoet voor die job? Wel, mensen met een allochtone afkomst zijn 9 op de 10 werkgevers die zonder aarzeling zeggen van ja, geen enkel probleem. En 1 op de 10 die zegt, oh ja, ik weet het toch niet. Dus er is wel degelijk discriminatie, moeten we aan werken. By the way, we kunnen ook verwijzen dan naar de sectorconvenanten op het Vlaamse vlak, waar men aan elke sector nu vraagt bij de sectorconvenant die al bestaat in het samenwerken tussen de sectoren en VDAB en de Vlaamse overheid, om een risicoanalyse te maken rond die discriminatie op de arbeidsmarkt, een nulmeting te maken, een actieplan te maken om dat aan te pakken. Dus eerste punt, het is beperkt, maar we moeten het aanpakken. En ik denk dat we dat op gewestelijk vlak ook al aan het doen zijn. Maar daarnaast, en dat is een veel groter geheel, is er dat geheel van mensen die van een allochtone afkomst komen en die niet aan het werk zijn, die niet werkzaam zijn, maar die vaak ook niet actief zijn. Als we kijken naar de dames op de arbeidsmarkt, op arbeidsleeftijd, en de cijfers zijn in de afgelopen dagen al geregeld gevallen, wel, maar 43% van de dames op arbeidsleeftijd is effectief aan het werk. En als we gaan kijken naar de laaggeschoolde dames in Vlaanderen dan nog, en weten dat het in andere twee gewesten wat erger is, dan spreken we over 66% die niet actief is op de arbeidsmarkt, die huisvrouw is. Wel, ik denk dat dat de enorme uitdaging is om ervoor te zorgen dat die mensen geactiveerd kunnen worden, dat die uitgenodigd worden om toch tot de arbeidsmarkt te komen. En daar moeten we heel veel oplossingen voor zoeken. Ik heb begrepen dat dat in de volgende ronde komt, maar laat me toch al één ding zeggen. Taal is daar een onwaarschijnlijk belangrijk issue. Meneer Leemans. Mensen met een migratieachtergrond, want ik hou liever van die omschrijving, die hebben het natuurlijk heel moeilijk op de arbeidsmarkt. Moeilijker dan mensen zonder migratieachtergrond. En daarin verschil ik van mening met Danny, en daar kunnen we straks op verder gaan. Een van de belangrijke factoren daar is het feit dat er wel degelijk discriminatie is. En gisteren riep nog een belangrijke Gentse arbeidseconoom, die ik niet bij naam ga citeren, maar iedereen weet wel wie hij is, riep hij op om een nultolerantie op dat vlak te hanteren. Want er is wel degelijk, en we krijgen veel te veel signalen en meldingen binnen, er is wel degelijk een probleem van discriminatie. Ik kom net terug van de Internationale Arbeidsconferentie. Er zijn 5 fundamentele arbeidsnormen. Mensen hebben het recht, hebben de vrijheid om zich te verenigen. Mensen hebben het recht om te onderhandelen. Mensen hebben het recht om niet in dwangarbeid aan het werk te moeten. Mensen hebben het recht om niet met kinderarbeid geconfronteerd te worden. En mensen hebben het recht om niet gediscrimineerd te worden. Er is nu een nieuwe bijgekomen. Mensen hebben het recht om gezond en veilig werk te kunnen hebben. Maar het gaat vooral over discriminatie. Er zijn heel veel situaties waar mensen geconfronteerd worden met soms subtiele vormen van discriminatie. En in die end van een selectieproces is er dan net iets dat maakt dat het juist verkeerd valt vanuit hun perspectief. Dus wij denken echt wel dat we daar serieus moeten op inzetten. Is dat het enige? Nee, natuurlijk niet. Mensen met een migratieachtergrond hebben ook een complexiteit in hun opleiding, in hun vorming enzovoort, noem maar op.
Ze hebben misschien een goede diploma, maar niet de erkenning van het diploma. Er zijn heel veel dingen die kunnen meespelen. Maar het feit dat die discriminatie er wel degelijk is, dat moeten we durven aanpakken. En daar wil ik graag straks verder op ingaan. Ja, meneer Goos? Ja, ik zal een viertal puntjes aanhalen die ik onthoud heb van deze conferentie. Ik zal ze niet in orde van belangrijkheid opsommen, maar een eerste punt is ten eerste al, en Pieter haalde dat aan, complexiteit is alleszins een heel groot probleem. Zowel voor de mensen zelf, die hier op de arbeidsmarkt aanwezig zijn, of die vanuit het buitenland naar onze arbeidsmarkt komen, maar ook voor werkgevers die op zoek zijn naar arbeidskrachten. De regelgeving is zo complex. Men raakt er eigenlijk niet meer aan uit, van daaruit dat ook. En dat merk ik ook als we met onze leden en met ondernemingen daarover spreken, dat nood aan ondersteuning echt wel belangrijk is voor zowel werkgevers als voor werknemers. Omdat je, hoe moet ik het zeggen, als je geen jurist bent, raakt je eigenlijk op de duur niet meer aan uit aan alle regels. En ik denk dat het belangrijk is dat daar ondersteuning voor is. Daarnaast denk ik ook dat het belangrijk is dat samenwerking gebeurt. Samenwerking enerzijds tussen op het politieke niveau. Want daar straks werd wel gezegd dat er wel samengewerkt wordt, maar soms hebben we de indruk dat die samenwerking toch redelijk beperkt is als we naar de resultaten kijken. Alles blijft complex. Het is niet altijd helemaal logisch hoe alles georganiseerd is. Dat vind ik ook heel belangrijk is. Een ander punt dat ook op de, discriminatie is heel belangrijk. En dus we hebben het ook voor een groot stuk gehad en terecht over mensen die hier al zijn. Maar we hebben ook gehad over de nood en het belang ook van economische migratie. En we hebben zelfs soms ook ethische economische migratie genoemd in een van de werkgroepen. Omdat onze arbeidsmarkt heeft echt wel mensen nodig. En we boren de Belgische arbeidsmarkt en de Europese arbeidsmarkt al aan. Maar voor bepaalde profielen, zoals wij vertegenwoordigen de zorg, verpleegkundigen, andere posten, vinden we de mensen niet. Dus naar het buitenland treden om mensen te zoeken is ook wel echt belangrijk. Dus dat is ook hier aan bod gekomen tijdens de conferentie. En dan, wat is belangrijk? Het feit dat ik hier ook, ik heb ook gisteren aan een van de werkgroepen mogen deelnemen, gemerkt heb dat we eigenlijk als sociale partners voor een groot stuk convergentie vinden. Voor bepaalde zaken is dat misschien niet altijd helemaal over eens. En dat er dus eigenlijk wel een aantal belangrijke onderwerpen op tafel liggen, om zowel op interprofessioneel niveau, maar ik denk ook zeker ook op sectoraal niveau. Want we kunnen de zorg niet vergelijken met de bouw of met de chemie sector bijvoorbeeld. Elke sector heeft zijn belangen, dus ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Maar en dat we nu eindelijk, want ik ben hier nog misschien de jongste rond tafel in dit dossier. Ja, het ligt al lang op tafel, maar dat we nu eindelijk een keer werk van maken. Meneer Valentin, monsieur Valentin. Oui, dans la problématique de manière générale, je pense que la discrimination large rejoint effectivement ce que mes collègues syndicaux ont dit. C'est l'élément premier et principal du faible niveau d'emploi des personnes qui sont d'origine étrangère, mais avec un arc migratoire très grand, mais hors Union européenne, parce que c'est aussi important de le préciser. L'explication principale est liée à la discrimination. Il y a aussi des éléments intéressants aussi qui ont été abordés lors des sessions d'hier et des présentations d'aujourd'hui. C'est le fait que les conditions de travail dans lesquelles ces personnes sont régulièrement occupées sont des conditions plus faibles. Donc on a un rôle à faire pour améliorer ces conditions de travail. Et aussi le fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à obtenir la reconnaissance de la qualification, de la compétence qu'ils avaient dans leur pays d'origine. Et cette reconnaissance des compétences passe pas uniquement par la reconnaissance des diplômes, mais aussi par quelque chose qui est aussi important pour les personnes qui n'ont pas nécessairement à passer de migration, par la certification des compétences, par justement pouvoir certifier le fait que des personnes ont une qualification, ont une compétence qui va justement leur permettre d'accéder à des emplois plus qualifiés, à des emplois mieux rémunérés et à une intégration plus grande dans la société. Alors, je constate que vous êtes tous mélangés, il n'y a pas le camp des employeurs et le camp des syndicats. Et vous le disiez, monsieur De Gaulle, hier, vous étiez plus ou moins sur la même longueur d'onde. C'est les échos qui me sont revenus également. Il y a une espèce d'unanimité sur les problèmes qu'il faut pointer. Vous avez évoqué au début le problème des règles, des réglementations qui sont trop compliquées. Ça veut dire que votre message à vous tous, il s'adresse surtout aux autorités aujourd'hui, plus qu'une accusation d'un partenaire social à l'autre.
ça reste un élément très important pour quelqu'un qui arrive ici, qui vient d'ailleurs, qui a tellement de règles. Est-ce qu'il y a un single point of contact? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a un endroit à laquelle on peut, auquel on peut s'adresser? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est un élément qui nous revient de plus en plus. Et certainement, dans la situation actuelle où il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées ici pour des raisons qu'on connaît tous, c'est quand même à qui s'adresser, à quel moment, avec quel but. Donc un single point of contact me paraît quelque chose de très utile. Deuxièmement, je trouve aussi qu'il faut travailler pas de top-down, mais plutôt de bottom-up. C'est dans les communes. C'est vraiment sur le terrain qu'on peut faire du travail très, 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 très utile. Et de temps en temps, nous avons quand même un peu l'impression qu'à Bruxelles, on décide quelque chose et donc ça vaut partout de la même façon, avec la même intensité, etc. Plus de travail sur mesure me paraît également un élément. Et ça pourrait peut-être être contradictoire, hein, parce que sur mesure veut souvent dire plus de règles et plus de complexité. Hein, donc ça peut, mais c'est la raison pour laquelle dans notre pays, et j'entends bien ce qui a été dit, collaborer ensemble, plus collaborer ensemble, mais je vais vous dire que j'entends ça depuis 20 ans. Hein, que les régions et les fédérales vont collaborer plus ensemble. Maintenant, il faut une fois le montrer concrètement. Et donc, ce single point of contact à laquelle on peut s'adresser à un certain moment me paraît un outil indispensable et très concret et très précis. Et ça aiderait vraiment, vraiment à mieux gérer la problématique dont on discute ici ce matin, ou cet après-midi. Travailler bottom-up, ça veut dire que les entreprises doivent avoir une marge de manœuvre plus grande. Moi, ce n'est pas uniquement une entreprise. Bottom-up, c'est dans les communes. C'est vraiment de la sensibilisation. Et au niveau des entreprises. Et au niveau des entreprises, mais du quartier même, de l'endroit même où on se trouve. Et on a ici, en Belgique, souvent l'impression qu'on a voté une loi au Parlement et c'est réglé. Non? Dus dat betekent ook dat we als sociale partners moeten wat afstappen van ons klassiek instrumentarium. Klassiek instrumentarium is, als er geen cao is, is het niet goed. Nee, de generieke gids in het kader van corona heeft toch aangetoond dat we op een andere manier kunnen werken met heel veel duidelijke gevolgen en positieve gevolgen. Het was geen cao, maar was een verzameling van elementen die de sociale partners samen hadden opgesteld. Dus we moeten ook durven eigen boezem kijken en afstappen van ons klassiek instrumentarium. Als het geen cao is afgesloten in een paritair comité of in de Nationale Arbeidsraad, dan is het niet goed. Nee, het kan veel beter. Allee, de brochure Divers aanwerven, die gemaakt is door de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad, is een ander goed voorbeeld. Dus in deze problematiek moeten we, denk ik, beter die weg volgen, of kunnen we beter die weg volgen, en zullen de resultaten, denk ik, ook wel positief kunnen zijn. C'est pas de sens. C'est là qu'il va y avoir des divergences, quand même, parce que, pour être plus précis dans ce que je disais tout à l'heure, on peut être d'accord au niveau des constats, mais sur les solutions à mettre en application, c'est là qu'il va y avoir certainement des différences entre nous. Donc, quand tout à l'heure je disais c'est bien beau d'avoir des réglementations, mais il faut voir comment elles sont mises en pratique dans les secteurs ou dans les entreprises. Ça signifie pour moi, pour qu'il y ait un caractère coercitif, c'est quand même mieux qu'il y ait une CCT que simplement des recommandations. Ça veut dire aussi qu'il faut accepter qu'à un moment donné, si les règles ne sont pas respectées, il faut qu'il y ait alors des sanctions. Je n'ai pas dit que ça doit être des sanctions terribles ou quoi que ce soit, mais il faut quand même bien qu'il y ait à un moment donné un bâton en plus que la carotte et rien à faire. Le respect ou non d'une CCT, c'est quand même un élément qui me paraît important. Et alors avoir la capacité aussi de pouvoir effectuer un certain nombre de contrôles. Il manque des inspecteurs sociaux, par exemple, de façon importante. On peut avoir les plus belles règles du monde. Tant qu'il manque d'inspecteurs sociaux, on ne saura jamais les vérifier, si oui ou non, sur le terrain. Et tout le monde a intérêt à ce que ce soit le cas, d'ailleurs. Hein. Si oui ou non, sur le terrain, les règles sont,
les règles sont respectées. Restera alors, mais c'est peut-être dans une autre partie du débat, à voir de quelle façon on peut essayer de trouver des solutions pour partie à ces pénuries de main-d'œuvre par rapport à la régularisation d'un certain nombre de travailleurs dans ce pays. Parce qu'on dit d'une part qu'on veut, c'est un des objectifs d'ailleurs ici de ces deux journées, voir comment est-ce qu'on peut aussi arriver à tendre vers cet objectif des 80% de taux d'emploi. Bah, si les travailleurs qui sont dans l'illégalité viennent dans la légalité, ça permettra peut-être aussi d'arriver plus facilement aux 80%. Quelles sont, selon vous, les plus-values importantes qu'apportent à notre marché du travail ces travailleuses et ces travailleurs d'origine étrangère? Et comment peut-on essayer de renforcer cette plus-value? Daar is onderzoek rond. Hè. McKinsey heeft daar onderzoek rond gedaan. En een bedrijf dat meer diverse werkgelegenheid heeft, wel, dat doet het beter. Dus als we moeten werkgevers overtuigen van het feit van zou ik het doen, zou ik het niet doen, wel, eigenlijk moeten we hen daarvan overtuigen dat het sowieso een meerwaarde is om dat te doen. Nu, als we terugkomen op de manier van aanpakken zelf, het Thierry zegt van goh, ja, er zijn toch wel een aantal verschillen die we hebben. Wel, aan de andere kant, en daar heeft ook Pieter aan verwezen, er zijn een heel aantal zaken dat we ook als sociale partners al samen hebben gezegd op het federale vlak, maar heel vaak op het regionale vlak. Waarom? Ja, het gaat over arbeidsmarktbeleid meestal, wat meestal op het gewestelijk niveau wordt gedaan. Als we bijvoorbeeld kijken naar discriminatie, laten we het daar dan echt over hebben. Ja, sociale inspectie gaat daar niet veel kunnen doen, want dan moet je echt er al gaan bijkijken wanneer dat iemand wil solliciteren. Hè, gaat die aangeworven worden of niet, want daarover draait het dan meestal. Een van de zaken die men dan vaak naar voren schuift is, we willen een soort mystery visits. Hè. We willen eigenlijk sollicitaties doen die nep-sollicitaties zijn om te kijken of dat men gaat discrimineren of niet. Wij houden niet van dat soort van samenleving. Dat doet mij denken aan Beijing, waar je op elke hoek van de straat een camera hebt hangen en die gaat nakijken wat u doet of wat u niet doet. We houden niet van die aanpak. Hoe doe je dat dan? Wel, hoe doe je dat dan? Wel, en dat is de afspraak die we op dit moment ook... En dat wil ik aangeven, van we kunnen daar wel degelijk ook samen afspraken rond maken, dat we dat per sector gaan bekijken. En dat we gaan proberen te zien van wat zijn nu de risico's die je in bepaalde sectoren kan hebben om mensen die van een migratieachtergrond komen al dan niet aan te werven. En doet zich dat voor, verergert dat niet. Want ja, als het echt over discriminatie gaat, gaat het uiteraard veel verder dan een probleem op de werkvloer. Ik hoorde daarnet ook een van de ministers zeggen, we moeten dan opleidingen geven in bedrijven om daar beter mee om te gaan. Ik ben daar op zich trouwens niet tegen, hè? Maar dit is een maatschappelijk probleem. We moeten dat even goed in de voetbalstadions doen. Hè? We moeten dat in de scholen doen. Het is een maatschappelijk probleem. En dat is ook het belang om per sector te gaan kijken waar het probleem is. Want ik kan als werkgever iemand aanwerven en ik heb geen enkel probleem met iemand die een allochtone afkomst heeft, maar ik kan wel schrik hebben dat mijn klanten dat probleem gaan hebben. Of, nog erger, en ja, het doet zich voor, mijn andere collega's, mijn andere medewerkers hebben daar een probleem mee. Hè. Wil dat dan zeggen dat je dat mag doen? Nee. Maar dat wil wel zeggen dat het probleem complexer is dan het zich voordoet. En dat het dus veel moeilijker is om het op te lossen dan bijvoorbeeld, we gaan mystery visits doen. En wanneer u dan duidelijk daarop zou afwijken, wel, dan is het die werkgever die de schuldige is. Het is een maatschappelijk probleem waar we aan moeten werken. Maar ik kom terug op datgene wat ik daarnet zei. En we worden daar trouwens ook wel geholpen door de arbeidsmarkt op dit moment. Wel, 9 op de 10 KMO-werkgevers zegt op dit moment, wij zouden zonder enige aarzeling mensen van buiten de EU aanwerven wanneer die voldoet aan de job die wij voor ogen hebben. Dus dat is op zich het probleem niet. Moesten zij al meer aarzeling hebben gehad? En eerlijk gezegd, een jaar geleden hebben we die vraag ook gesteld. En toen waren er nog 15% die aarzeling hadden. Nu is er nog 10%. Wel, de druk wordt natuurlijk ook groter om stappen te zetten, om mensen kansen te geven. En het is hetzelfde met mensen van een allochtone afkomst, als mensen met een handicap, als mensen die een oudere leeftijd hebben enzovoort. Van zodra men iemand een kans geeft, is de kans ook heel groot dat het wel goed komt. Ja, dat is een vraag die we net gesteld hebben aan de politici. Hoe doe je dan als mensen feitelijk aangeworven worden,
om ervoor te zorgen dat ze duurzaam op de arbeidsmarkt blijven. Want als de conjunctuur verandert, als de arbeidskracht weggaat, dan hoe zorg je ervoor dat ze blijven en dat er niet gediscrimineerd wordt? Wel, vanaf dat men aan het werk is, is men over de drempel. En dan zal het probleem zich ook niet meer stellen. Klopt dat? Als er crisissen zijn, zijn die mensen toch het eerste slachtoffer van... Als ik even mag overnemen. Hè. Dat is waar op korte termijn. Maar op langere termijn heb je een ander beleid nodig. Want wat heeft ervoor gezorgd dat de generatie van mijn moeder, die aan de haard bleef, dat die generatie is overgeschakeld naar gaan werken buitenshuis. Wat heeft daarvoor gezorgd? Opleiding, onderwijs, flankerend beleid, kinderopvang, openbaar vervoer. Ja. Want in mijn tijd, mijn ouders hadden geen auto. Hè? Dus als je dan met twee ging werken, zonder auto, uw actieradius was ook al beperkt. Dus je had heel veel dingen nodig om te maken dat die generatie die switch heeft kunnen maken. Ik denk dat we daar ook voldoende moeten over nadenken. Mensen met een migratieachtergrond hebben een paar, vergeef mij het woord, handicaps of een paar zaken die niet 100% matchen met het verwachtingspatroon of het uitrustingspatroon zoals wij dat vandaag hebben. Dus we moeten die mensen beter wapenen. Ik geef een voorbeeldje. Hè. Als inderdaad die mensen komen uit een cultuur waar het meer de gewoonte is om te zorgen voor kinderen en kleinkinderen, en je moet dan de keuze maken tussen een laagbetaalde job, een slecht betaalde job dikwijls en veel, en uw kind naar een kinderopvang doen die al overbezet is en waar kinderopvang 9 kinderen moet opvangen per begeleidster, ja, dan denk ik dat die mensen inderdaad de afweging maken van is het sop de kool waard en ga ik dat wel doen? En ben ik dan nog wel een goede ouder of grootouder? En kies ik er dan niet beter voor om het zelf te doen eerder dan die keuze te maken? Dikwijls zijn veel mensen zonder werkloosheidsuitkering. Ja, meestal mensen zonder werk. Rationele afweging maken, maar tegelijk ook een emotionele afweging maken. Zo van, stap ik in een job met al bij al een lage economische toegevoegde waarde, maar die een grote toegevoegde waarde kan hebben voor de samenleving. Hè? Want mensen die gaan poetsen, die laten toe dat tweeverdieners hun tweeverdienmodel kunnen volhouden. Hè? Of die kunnen andere dingen doen, die maken dat wij allemaal kunnen blijven draaien in onze samenleving. Misschien aan een te hoog ritme en met een te hoge belasting voor degenen die daarin mee willen en mee kunnen. Maar daar zit een grote uitdaging. Het is niet omdat die mensen nu een job vinden en misschien op die arbeidsmarkt zitten, dat als er terug een omgekeerde beweging komt van schaarste naar, ik zal zeggen, te veel, hè, een te grote groep, een te groot aanbod, dat ze dan opnieuw geen slachtoffer kunnen zijn. Tenzij we daartegen een voldoende sterk beleid kunnen uitzetten, dat maakt dat die mensen ook voldoende kunnen instappen in onderwijs, in opleiding, in erkenning van competenties en zo verder, om ze toch wel wat steviger op die arbeidsmarkt aanwezig te houden. Nu, onze tijd is al op. Oei. Want het is al 3:30. Maar een aantal van jullie blijft hier. En dus we gaan meer in detail op sommige thema's gaan ingaan. Dus ik denk dat het even tijd is om te pauzeren. Want anders verliezen we de mensen hier. Zo gaan we over naar onze tweede debat van de dag. Met de sociale partners. En dit tweede debat gaat meer specifiek gaan over arbeidsrecht. Dus het eerste debat was algemeen en ging een beetje alle kanten uit. Dus we gaan het proberen nu te houden op arbeidsrecht. En rond de tafel of op dit podium hebben wij meneer Botson opnieuw van de ABVV FGTB, meneer Mathieu Vrians, ACV-CSC, dus voor twee vakbonden. Voor het VBO-FEB hebben we nu Monica de Jonge. Mevrouw, goedemiddag. Voor dus de werkgevers, Chris Botterham van de Boerenbond naast u. Meneer Valentin, die we al rond op dit podium hadden bij het eerste debat. Olivier Valentin, du syndicat libéral donc. En om te eindigen, monsieur Mathieu Dewèvre de l'UCM. Alors, c'est un des thèmes qui a donc été abordé dans un des groupes de travail, comment faire pour faire en sorte que ces travailleurs qui viennent de ces pays hors de l'Union européenne, comment
faut-il faire pour qu'ils travaillent dans des conditions de travail sûres et saines? Il y a une série de problèmes qui ont été identifiés ce matin. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous, monsieur De Wèvre, puisque vous me regardez? Bon, alors d'abord, bonjour à tous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il y a évidemment les éléments de contexte sur lesquels on a tous été d'accord, sur l'accueil de la petite enfance, mais en fait, accueil plus largement, accueil même aussi du point de vue des aînés, qui permet alors de libérer de l'espace pour que les personnes aillent au travail. Il y a la reconnaissance des diplômes, la reconnaissance des compétences, les connaissances en langue, tout ça on a souligné. Mais effectivement, sur le plan du droit du travail, moi je vois quand même deux améliorations, en fait trois, mais il y en a deux principales. Mais la première, c'est, je disais il y a une minute, la question de libérer du temps. Mais il est aussi important, à notre avis en tout cas, de pouvoir flexibiliser d'une manière ou d'une autre le temps de travail en manière telle que, sans nécessairement demander plus aux salariés, on puisse lui permettre de travailler à des moments où c'est moins désagréable pour lui, ou pour elle, évidemment. L'idée de pouvoir dire, moi, je veux déposer mon enfant à la crèche ou aller visiter mon parent qui est plus âgé avant d'aller travailler, et puis je vais travailler, et puis bon, bref. Tout cela nous amène à penser que oui, en flexibilisant le temps de travail, il y a des possibilités qui s'ouvrent pour les travailleurs d'origine étrangère et pour les autres aussi du reste. Et alors il y a un deuxième élément qu'on voudrait souligner, c'est évidemment l'élément salaire. Évidemment, on est bien conscient qu'en donnant plus d'argent aux salariés, on les attirera plus au travail. Simplement, nous disons qu'on est déjà dans un pays dans lequel le coin fiscal, c'est-à-dire la différence entre ce qui sort de la poche de l'employeur et ce qui entre dans la poche du travailleur, culmine à au-delà de 52%, ce qui fait de nous les champions du monde, toutes catégories, depuis des décennies. Il y a lieu à changer cela en manière telle que, oui, le travail puisse être plus rémunérateur. Meneer Vrians, flexibiliteit is vaak een vraag van de werkgevers, inderdaad, maar in het belang van de werkgever, ziet u daar ook een belang voor de werknemer, dat er een grotere flexibiliteit gegeven wordt, specifiek voor dat publiek, voor die doelgroep? Ik zie dat eigenlijk helemaal niet. Want we zijn nu een ander debat aan het voeren dan juist zorgen hoe dat we mensen met een migratieachtergrond, want die komen van buiten de EU, hoe dat we die mensen eigenlijk kunnen binnenhalen. Ik zie vooral dat een groot deel van die mensen werken eigenlijk in jobs die niet onmiddellijk de hoogste kwalificaties vereisen, ook al hebben soms mensen meer kwalificaties, laat staan een hoge verloning. En daar zit ook behoorlijk wat flexibiliteit in. Er wordt al te veel flexibiliteit aan die mensen gevraagd. Ik zeg niet alleen van die mensen. Er is een vraag naar flexibiliteit, maar ook aan werknemerskant. Hè. Maar ik zou toch graag naar het debat tevoren gaan. Ik heb vandaag gehoord dat we in die werkgroepen, dat we eigenlijk behoorlijk wat zaken met elkaar eigenlijk overeenkomen en zeggen van kijk, dat moeten we eigenlijk doen. Ik kan nu een lijst opzommen van alle dingen die eigenlijk heel moeilijk lopen of die eigenlijk fout lopen. Maar ik heb ook hier gehoord, en ik dacht dat er ook consensus over was, dat een van de grote elementen die wat meewerkt om ervoor te zorgen dat die mensen in betere omstandigheden kunnen werken, is dat we via overleg een aantal afspraken maken. We kennen een heel aantal moeilijkheden die we hebben en zeer sterk gehad hebben in de bouw. Tot en met dodelijke afloop, ongevallen enzovoort. We hebben daar gezien dat de mensen in de bouw, die hebben sectorale afspraken gemaakt om daar toch proberen wat regelgeving rond te krijgen. Ik denk dat het op deze methodiek, dus specifiek ingaan, wat dat straks ook aan bod kwam, om dat eigenlijk wat te doen. In het goederenvervoer, dat waren toch gewoon onmenselijke, schandalige praktijken. Ook daar zie ik dat men eigenlijk via het sectoraal overleg probeert, ik zeg wel probeert, want er is nog een weg af te leggen, om eigenlijk daar afspraken rond te maken. En dus denk ik dat met de regelgeving die we kennen, en dan met de fine-tuning op dat sectorale niveau en uiteraard ook op dat ondernemingsniveau, want niet elke onderneming in elke sector is gelijk. Als we daar eigenlijk die aspecten vastpakken en zien met de expertise die er is bij de werkgevers, werkgeversorganisaties, bij de werknemers, bij de werknemersorganisaties, dan komen wij stappen vooruit. En dat kunnen we regelgevend kader maken, waarin dat we ook de richting aangeven. En ja, daar komt dan bij, en ik weet dat werkgevers daar niet al te gek van zijn, maar je hebt natuurlijk ook wel een handhaving nodig.
Je hebt ook nota bene binnen de Nationale Arbeidsraad, meen ik mij te herinneren, dat we al gevraagd hadden dat we eigenlijk de versterking van de sociale inspecties, dat we dat eigenlijk zouden kunnen verwezenlijken. Ik heb gezien, in het regeerakkoord staat dat in, dat de regering eigenlijk in functie van de internationale arbeidsorganisatienorm, dat men dan daartoe wil gaan. Dit is een uitnodiging aan de minister om nu eindelijk daar werk van te maken, om die uitbreiding daar te geven. En dat we dan de modaliteiten, hoe dat moet lopen, dat er op een menselijke manier moet gebeuren. Wat de werkgevers ook gevraagd hebben, ook met een preventief luik in. Dat we dan moeten zoeken naar nieuwe methodieken. Daar ben ik het totaal mee eens. Maar je moet vertrekken van, laten we afspraken maken, zo kort mogelijk bij de werkvloer, ondernemingen, instellingen, vanuit een chapeau, vanuit de sectoren. En dat we dan eigenlijk ook zorgen dat dat kan uitgevoerd worden. Allee, en daar was consensus over. Dat is een deel van de oplossing, meer afspraken, meer overleg, sociale overleg. Ja, ik denk absoluut dat de rol van de sociale partners in deze thematieken echt zeer belangrijk is. Dus ik volg eigenlijk volledig wat Mathieu daarover zegt. Ik denk dat er natuurlijk het probleem van handhaving, en het is denk ik ook niet helemaal juist te denken dat werkgevers daar niks van willen weten. Als we kijken naar situaties van sociale dumping, ja, dat is gewoon heel slecht. Dat is deloyale concurrentie. Bedrijven die de regels heel goed naleven. En dat is hetgeen wat we een beetje zien, is dat men altijd heel erg focust op degenen die misbruiken plegen. Dat er heel strikte, zwaar sanctionerende regels worden uitgevaardigd, die dan de bona fide bedrijven ten volle respecteren. En de slechte leerlingen van de klas blijven iedere keer de dans ontspringen. Dat is een oud zeer. Ik heb destijds mij ook heel sterk bezig gehouden met sociale fraude. En dat is iets waar we eigenlijk altijd op die nagel zijn blijven kloppen. Maar natuurlijk, en dat is vanmorgen allee, daar juist in het debat ook aan bod gekomen, de complexiteit van de regelgeving. Ook als we kijken naar heel de discussie, en dan heb ik het dan over detachering meer specifiek, waarbij dat, ja, Europa daar ook een heel belangrijk en toch relatief stringent kader heeft uitgewerkt, waarbij dat loon- en arbeidsvoorwaarden in België moeten gerespecteerd worden. Dus dat is, allee, bedoel, dat is evident. Ja. Het enige probleem is dat men daar een, niet noodzakelijk een, vanuit Europa de nodige middelen, de nodige tools heeft aangereikt om dat te doen op een manier dat wanneer een werknemer zich verplaatst binnen Europa, op een gemakkelijke manier, en niet alleen een werknemer, ook een werkgever, kan nagaan van, ja, hoe zit de regelgeving in elkaar? Wat zie je bij ons, hè, specifiek per sector? Je krijgt een vertaling van alle cao's. Ik zou u zeggen, ga eens kijken naar die websites en probeer daar eens iets van te maken als buitenlandse werkgever. Niet mogelijk. Dus daar is nog zoveel werk en zoveel weg af te leggen. En allee, daar denk ik van, wil je vermijden dat mensen in de precariteit terechtkomen? Is handhaving nodig? Maar is het ook belangrijk dat, ja, dat niet de bedrijven geviseerd worden die misschien ook een foute interpretatie geven, omdat ze het ook allemaal niet goed begrepen hebben. Maar de malafide, degene die weten zijn willens, de regels overtreden omdat ze er voordeel uit halen en mensen in een precariteit steken, dat kan niet. En ook niet voor de werkgeversbank. Dus om bij detachering te blijven, dus om het nu daarover te hebben. Moeilijke regelgeving, ook te weinig mensen die aan inspectie kunnen doen, gebrek aan personeel op dat vlak, dat is zeker een vaststelling van de vakbond. Vindt u dat ook, dat er te weinig inspecteurs zijn? Ja, ik vroeg dat aan meneer Bottermans, maar okay, ik zal op de vraag antwoorden. Dus het debat dat we hier nu hebben gaat in feite over dat voor mensen die komen van buiten de Europese Unie, dat op een correcte manier de loon- en arbeidsvoorwaarden worden gerespecteerd. Dat is in feite de kernvraag. Ik denk dat er ook heel wat instrumenten reeds voorhanden zijn op vandaag die onvoldoende worden benut. Ik ga een paar voorbeelden geven. U spreekt over detachering. Ik weet niet of men voldoende nu nakijkt of detachering altijd op een correcte manier gebeurt. Hey, Monica zegt inderdaad, men moet de loon- en arbeidsvoorwaarden respecteren van België. Oké, de sociale zekerheid wordt betaald in het land van herkomst. We maken ook mee dat er spookfirma's worden opgericht, postbusfirma's, die geen enkele economische activiteit hebben in dat andere Europees land. Dus met andere woorden, oneigenlijk gebruik van detachering kan beter worden opgevolgd. Tweede voorbeeld, oneigenlijk gebruik van het vrij verkeer van diensten. Mathieu verwijst naar de bouwsector. We hebben in de bouwsector heel wat zelfstandigen gekend die gekomen zijn. Onmiddellijk na de verruiming van de Europese Unie in 2004. Waarom? Het was nodig om arbeidskaarten, arbeidsvergunningen aan te vragen voor loontrekkenden. Iemand die kwam als zelfstandige kon vrijkomen, want vanaf 2004 was er een vrij verkeer van personen.
oneigenlijk gebruik van interim. In België, in Vlaanderen, van interim, travaux d'interim. In België hebben interimkantoren een erkenning nodig per gewest. Wij zien dat buitenlandse interimkantoren hun diensten aanbieden en hier arbeiders, bedienden leveren naar ondernemingen. Waar ik wil te komen is het volgende. We hebben in België een systeem van limosa. Dus met andere woorden, de overheid weet welke buitenlandse ondernemingen naar België willen komen om activiteiten te doen. Men kent ook de namen, de identiteit van de medewerkers of de zogenaamde zelfstandigen die ze meebrengen. Wordt dat voldoende onderzocht? Ook zo wanneer daar arbeidskaarten worden afgeleverd. De overheid weet wat de lonende arbeidsvoorwaarden zijn. Wordt dat voldoende nagetrokken? Dus ik denk, in plaats van nu al te pleiten, oké, ik ben er ook niet tegen, meer controle, maar de overheid zou ook kunnen de instrumenten die nu al bestaan beter benutten, ook contacten leggen, men heeft nu de ELA opgericht, European Labour Authority, men dus zou ook betere uitwisselingen kunnen doen. En wat ik zie, we hebben in onze sector heel wat contacten met Europese landen, met ook landen buiten de Europese Unie. Ik denk dat een probleem die we nu hebben is, in België heeft elke natuurlijke persoon een rijksregisternummer. Geeft elke onderneming een ondernemingsnummer. Wel, men zou moeten, denk ik, ertoe komen dat op Europees niveau er een uniek nummer bestaat per individu en ook een uniek nummer per rechtspersoonlijkheid. Moest dat kunnen op Europees niveau geregeld worden, kan men veel eenvoudiger gegevens gaan uitwisselen, want nu, ja, het alfabet is anders in België dan in Bulgarije, dan in Roemenië. Dus men heeft nu enorm veel problemen om gegevens uit te wisselen met elkaar, wat betreft personen en wat ondernemingen betreft. Dus ik houd een pleidooi om in feite het instrumentarium dat we nu reeds hebben, dat veel beter te benutten en veel beter ook te kijken dat, ja, dat de detachering correct gebeurt, dat vrij verkeer van diensten correct gebeurt, enzovoort, dat interim correct toegepast wordt, enzovoort. Dat is, denk ik, een pleidooi die ook de overheid zou kunnen overnemen. Donc, si je vous comprends bien, le détachement des travailleurs, c'est quelque chose de positif, mais il y a des dérives, il y a de la fraude et il y a des instruments pour la combattre. Qu'est-ce que vous pensez du recours, Monsieur Valentin, du recours quand même assez important à ces détachements, alors qu'on a des travailleurs ici sur le marché du travail belge qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne, qui sont là en nombre, qui sont là en demande. Les employeurs ont peut-être tendance à plus volontiers faire appel au système de détachement. C'est une bonne chose, selon vous ? J'ai l'impression ici qu'il y a un certain nombre d'éléments. D'abord, il y a l'élément positif du fait qu'on a une approche qui est quand même relativement, au niveau des partenaires sociaux, qui est relativement, je vais dire, similaire par rapport à ça, dans le sens de dire il faut arriver à supprimer toute concurrence déloyale, il faut arriver à identifier les employeurs qui ne respectent pas les règles et ceux-là les écarter pour justement avoir dans notre environnement uniquement des entreprises qui respectent les règles. C'est une minorité qui ne respecte pas les règles. C'est une minorité qui ne respecte pas les règles. Là où on va peut-être un petit peu différer, c'est de dire partir du principe que les règles seront respectées sans avoir, à mon avis, une augmentation des services, du nombre de personnes dans les services d'inspection pour justement bien vérifier, bien identifier quels sont les employeurs mal affidés. À mon avis, ça c'est quelque chose qui pour nous semble aujourd'hui un petit peu en sous-effectif pour l'ensemble des services d'inspection. Ce qui a été souligné aussi, c'est qu'on a aussi parfois l'impression que d'autres pays européens ne respectent pas tout à fait les règles de la meilleure manière qui soit. On ne va pas identifier l'un ou l'autre, mais on se rend compte que, par exemple, dans le secteur du transport, c'est quand même un petit peu surprenant que certains pays, par exemple les pays baltes, aient autant de permis de chauffeurs qui puissent circuler sur l'ensemble de l'Union européenne, alors que ce sont des pays de petite taille. Donc il y aurait quand même une nécessaire coordination entre les différents États membres pour répartir l'équilibre et pour justement éviter ces situations qui renforcent le dumping social. Parce que les éléments de dumping social face auxquels nous sommes ici en Belgique confrontés portent préjudice à la fois aux travailleurs, ce sont aux travailleurs belges, enfin occupés en Belgique on va dire, ce sont des conditions inhumaines pour les personnes, pour les travailleurs de ces pays-là qui sont détachés, je pense essentiellement
pardon, au secteur du transport, et les entreprises belges, européennes, qui respectent les règles, sont aussi défavorisées. Donc je pense qu'il y a vraiment un rôle de coordination au niveau européen. On a, en tant qu'organisation syndicale, beaucoup d'attentes de la part de la European Labour Authority, donc l'autorité européenne du travail. On a un rôle devra être vraiment fort pour cette autorité européenne en termes de coordination et en termes de propositions de solutions, certainement pour justement faire en sorte que le détachement retrouve l'idée originale qu'il avait, c'est-à-dire l'idée de base de libre circulation des personnes sans arriver à un faussement de la concurrence. Hein, on doit respecter les conditions de travail qui sont ici d'application. C'est l'élément qui est à la base des principes que l'on a mis en place au niveau européen. Mais est-ce que vous estimez, M. Baudson, que les employeurs devraient plutôt engager des demandeurs d'emploi hors Union européenne qui sont sur le territoire belge plutôt qu'à d'avoir recours à des détacheurs qui peuvent effectuer les mêmes tâches dans les mêmes secteurs ? Dans les questions, je n'estime pas, je n'estime pas ça. Je reviendrai sur ce qu'Olivier a dit. Pour augmenter le taux d'emploi de ces personnes dont on a dit qu'elles n'étaient pas encore suffisamment nombreuses à être sur le marché du travail aujourd'hui. Oui, enfin, je crois d'abord, pour reprendre ce qu'Olivier disait, c'est qu'il faut revenir à l'idée originelle du détachement, à savoir la libre circulation des travailleurs et par ailleurs aussi avoir parfois des compétences ou que sais-je qui ne sont plus suffisamment présentes sur le territoire. Donc ça, ce sont les objectifs au niveau du détachement. Je ne pense pas que le détachement, au départ en tout cas, avait pour objectif d'essayer d'atteindre certains taux d'emploi, dont il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire, parce que je me pose toujours la question de savoir pourquoi c'est 80% et pas 78 ou 82, pour le dire sous forme de boutade, mais on a un peu tendance comme ça à accepter des chiffres fétiches sans trop avoir une réflexion sur la raison pour laquelle on veut atteindre ce chiffre-là, qui par ailleurs sera quand même assez compliqué à atteindre, puisque ça faisait partie d'ailleurs d'une des réflexions du premier débat où on cherche même à amener vers le marché du travail ou vers le travail des personnes qui aujourd'hui n'ont pas la volonté d'y aller. Donc il y a aussi une vraie question, comment je veux dire, sociale ou sociétale qui se pose là derrière. Est-ce que vraiment on doit accepter ce genre de raisonnement là pour atteindre absolument le taux d'emploi ? Enfin, ça c'est un premier élément. Deuxième élément par rapport à ce qui a été dit, je voudrais quand même revenir sur, comment je veux dire, les offres d'emploi qui sont réalisées. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans plusieurs débats. Ce n'est pas toujours le cas. Mais à la FGTB Wallonne, ils font une étude tous les 4-5 ans sur les offres d'emploi qui sont faites par le Forum. Donc c'est, voilà. Et ce sont, ils analysent une vingtaine, 20-25 offres d'emploi pour des métiers bien particuliers et ils orientent leurs travaux vers les métiers en pénurie. Et quand on voit les offres d'emploi qui sont pourtant celles qui passent par le Forum, objectivement, une fois sur deux, on recherche le mouton à cinq pattes. Avec un niveau de diplomation qui est excessivement élevé par rapport à l'offre d'emploi, avec, je veux dire, une expérience professionnelle qui est fortement importante, avec le fait, quand c'est possible, de voir si l'intéressé va pouvoir venir avec une aide à l'emploi dans son sac à dos, que sais-je. Alors, quand on cumule l'ensemble de ces conditions, on a quand même la création parfois de métiers en pénurie. Je prends toujours cet exemple-là. Je suis désolé, je sais qu'on n'aime pas l'entendre. C'est une offre d'emploi qui effraie. C'est pas toujours le cas. Mais quand vous êtes, par exemple, dans les métiers en pénurie, je vais prendre aide familiale. Quand vous avez des offres d'emploi pour une aide familiale ou pour une aide ménagère, ce que vous avez systématiquement, c'est que ce sera un travail à temps partiel, un contrat à durée déterminée, il faut avoir une voiture et il faut être chômeur ou chômeuse depuis un certain temps pour pouvoir avoir une aide à l'emploi. Je peux vous assurer que
il n'y en a pas énormément sur le marché de l'emploi. Et alors, on se dit, tiens, même des aides ménagères ou des aides familiales, c'est quand même assez particulier, il en manque. Et je peux vous assurer que c'est une étude qui est vraiment faite tout à fait scientifiquement sur base des offres d'emploi au niveau du forum. Et alors, on a beaucoup parlé de concertation sociale ici. Je crois que là-dessus, on sera tous d'accord. La concertation sociale est importante et, grosso modo, on voit beaucoup les échecs de la concertation sociale, mais il y a quand même aussi des réussites et des accords qui se font fréquemment à l'intérieur du CNT, dont on parle moins, mais on parle toujours des trains en retard et pas des trains qui sont à l'heure. Mais à partir du moment où on veut innover avec des suggestions comme un peu plus de flexibilité au niveau des horaires de travail, pourquoi pas, on peut en discuter. Alors il faudrait qu'on puisse aboutir au niveau de la concertation sociale sur la façon de pouvoir compter les heures de travail. On a un gros problème, on ne parvient pas à se mettre d'accord entre interlocuteurs sociaux sur un système de comptage des prestations, des heures de travail. Et là, ça me paraît être la première priorité avant de venir avec ce genre de proposition-là. Alors on parle donc de droit du travail. Ce matin, on a évoqué le sort des travailleurs sans papier. Qui sont souvent exploités. On a entendu le témoignage hier d'une de ces dames qui est dans cette situation, Evelyne, qui nous expliquait comment ça pouvait donner à des situations tout à fait dramatiques, avec aussi la difficulté de faire valoir des droits, puisque ces personnes n'existent pas et que si elles souhaitent déposer plainte, elles risquent gros. Certaines risquent de se retrouver dans un centre fermé pour avoir déposé plainte. Il y a encore beaucoup de travail pour aider ces travailleurs illégaux, Monsieur Devers. Sans doute. Maintenant, le but principal, c'est évidemment de faire un maximum de choses pour que il y ait le moins possible de travailleurs illégaux. Et donc, s'il y a des travailleurs illégaux pour le moment sur les territoires, oui, il faut les aider d'une manière ou d'une autre. Mais c'est surtout l'idée que il faut éviter que des filières se créent. On parlait de dumping social ou de sociétés fantômes qui remettent des formulaires pour que les gens entrent sur le marché du travail et créent de la concurrence déloyale. Évidemment que ça ne va pas. Évidemment que c'est une chose qu'il faut combattre. Oui, Meneer Royans, monsieur. Ja, ik ondersteun dat. Maar ik wil nog even komen naar het voorgaande. Hè. Ik bedoel, De regering van België zal in 2024 het voorzitterschap van de EU hebben. Dus als we die problemen rond de Europese regelgeving, rond Limosa of landen zoals Olivier het aangaf, die daar eigenlijk toch wel wat misbruik van maken. Ik bedoel, laten we de minister een aantal opdracht geven om daar wat de kar te trekken. Hè. Dus dat wil ik toch even geven. Dus dat we dat eigenlijk kunnen, dat er ook concrete resultaten uit deze werkgelegenheidsconferentie komen. Nu terug naar asielzoekers. Ja. Dat straks ook in het debat hebben we het gehoord. Hè. Ik bedoel, dat is een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Ik blijf zitten met toch wel een beetje een wrang gevoel met de regionale ministers die hier gesproken hebben. Die dan zeggen van ja, die erkenning van de diploma's, dat zouden we moeten doen. Erkenning van de competenties, ja, dat zouden we moeten doen. Ik wil die mensen niet persoonlijk aanvallen. Maar wat heeft er in godsnaam ervoor gezorgd dat men dat zegt en dat men daar niks aan doet? Want dat is een probleem dat al heel lang bestaat. En dus Danny heeft dat straks gezegd, denk ik, van ja, de krapte op de arbeidsmarkt helpt daarin tussen haakjes. Maar verdorie, en ik weet dat we niet alles over één kant kunnen scheren. Maar als je wil werken met echt verworven competenties, dan zijn er heel wat mensen die wat op onze vloer hier komen, asielzoekers, mensen vanuit Oekraïne, ook anderen, die echt wel de nood hebben om te kunnen werken. En de werkgevers hebben nood aan goede arbeidskrachten. En dat kan fitten. Dus in die zin willen we toch wel een lans breken dat ja, de rigiditeit die we hebben, dat weggewerkt moet worden. U sprak heel terecht over de getuigenis van Evelien gisteren. Dat was pakkend, hè? Dat staat een beetje weg van onze realiteit. Maar er is ook het voorbeeldje gegeven. Ik denk dat Peter of Rudy deze morgen nog aangegeven had van die verpleger die hier studeert, die dan in die procedure eigenlijk verplicht wordt van eigenlijk terug naar zijn land te gaan, om dan eigenlijk hier... Dat zijn toch absurditeiten, ja. Waar we toch samen geen halve dag moeten over samen zitten om dat te regelen. Dus we hebben daar een aantal instrumenten die we zouden kunnen aangeven. Is het zo eenvoudig om te regelen, volgens u?
Ik denk, als er wat meer politieke wil is om te luisteren naar hetgeen dat we samen kunnen zeggen, en dan wil ik het voor mijn part tripartiet te doen, hè, werkgevers, werknemers, met de overheid bij, ja, dan hebben we daar toch allemaal alle belang bij. Zowel de politiek, de werknemers als de werkgevers. Ja, als we dan niet samen vooruit kunnen, dan versta ik het niet. Waarom gaat het niet vooruit, meneer Bottermans? Wel, men heeft enkel 5 minuten politieke moed nodig voor bepaalde dingen. Hè. Dus, ik wil het concreet maken. Dus we hebben ten tijde van corona, hadden we ook in feite in heel wat sectoren een dreigend tekort aan personeel. Hè. Dus, en er was een grote vrees, we gaan in feite een aantal activiteiten niet meer kunnen doen. Dan heeft men wel de beslissing genomen in 2020, en dat heeft blijven duren tot 2021, dat de kandidaat-politieke vluchtelingen die in België aankomen, die geregistreerd zijn, vanaf dag 1 onmiddellijk kunnen werken in ondernemingen. Die regel is terug afgeschaft vanaf 1 juli van 2021. En ik denk dat is in het belang van de ondernemingen, KMO's, ook grotere ondernemingen, ook in het belang van de betrokken personen zelf. Wat gebeurt er nu opnieuw? Dat iemand die het land binnenkomt als kandidaat-politieke vluchteling 4 maanden moet wachten. Ja. Dus die is verbonden aan een registratiecentrum, kan 4 maanden niks doen. Waarom is dat zo? Waarom kunnen we niet met z'n allen aan iemand die kandidaat is, dus die wettelijk het land is binnengekomen, die de mogelijkheid geven om te werken vanaf dag nummer 1? Dat is denk ik geen moeilijke beslissing. Ik geef een tweede voorbeeld. Dus zaken die vrij eenvoudig zouden moeten kunnen opgelost worden. We hebben nu in Europa, ook in België, een tijdelijk beschermingsstatuut gegeven aan vluchtelingen uit Oekraïne. Wat stellen we nu vast aan ondernemingen? Dat Oekraïners die in 2021 of in 2020, dus voor de oorlog, voor het conflict, tijdelijk gewerkt hebben in een ander Europees land, bijvoorbeeld Polen of Duitsland bijvoorbeeld, in België die tijdelijke bescherming niet kunnen krijgen. Bij gevolg kunnen die niet werken. Die zijn hier, kunnen niet werken. Kunnen we dat samen bekijken? Dus dat zijn mensen die gekomen zijn, die bereid zijn om te werken, die hebben bepaalde opleidingen die hier nuttig zijn. Ondernemingen kunnen die mensen te werk stellen, maar ze mogen niet werken. Dus ik geef nu 2 voorbeelden van hoe het wel zou kunnen op een vlotte manier. En hopelijk wordt het ook meegenomen in de conclusies. En laatste element dat ik wil eraan toevoegen. Wij van werkgeverskant zijn geen voorstander om personen die hier illegaal zijn, die te laten werken. Ik denk dat dat niet goed is. Dat gaat een aanzuigeffect creëren. Dat die mensen moeten begeleid worden is iets anders. Maar ik denk, we moeten met z'n allen ervoor zorgen dat zij die op een wettelijke manier naar België komen, die hier zijn, asielzoekers, Oekraïners enzovoort, ook anderen. Maar is dat compatibel met het idee dat ze direct aan de slag zouden kunnen gaan in plaats van 4 maanden te wachten? Ja, dus want het zijn illegale werknemers. Nee. Iemand die in België kandidaat politieke vluchteling is, heeft een dossier. Okay. Wordt geregistreerd, is wettelijk in het land, maar moet nu 4 maanden wachten. En zou direct aan de slag moeten. Dat is onze vraag, ja. Op zijn minst zouden we dan moeten ervoor zorgen dat als ik dan ga werken binnen die 4 maanden of daarbuiten, dat ik dan 70% van hetgeen dat ik verdien terug moet geven aan de overheid. Ik bedoel, dat er een bijdrage verwacht wordt, oké. Okay. We hebben gisteren die mevrouw van Cire ook gehoord, maar 70%. Allee ja, dat is toch echt wel nood om dat naar beneden te halen. C'est également une demande des syndicats de supprimer cette période de 4 mois avant de pouvoir commencer à travailler. D'une certaine manière, ça semble logique. On est ici dans une situation où on a l'impression qu'il y a un élément administratif qui vient créer une difficulté inutile. Une difficulté inutile pour le travailleur. S'il a une opportunité, s'il a chance d'avoir une opportunité de travail, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, saisir. Et si ça se fait, parce qu'il faut éviter de... Si on ne peut pas travailler officiellement dans les 4 mois, de travailler de manière officieuse. Travailler officiellement, ça veut dire que les conditions de travail sont normalement meilleures, que les conditions d'emploi, que les conditions de salaire sont respectées. Donc c'est un élément qui a son importance. Et c'est ça aussi, je n'ai malheureusement pas vu le témoignage hier de la personne qui est sans papier, c'est le caractère un petit peu d'impunité, enfin pas un petit peu, le caractère d'impunité de la personne qui occupe une personne sans papier et qui peut exercer sur cette personne une pression et aussi avoir un niveau, fixer un niveau de rémunération qui fait qu'elle est dans une condition où elle n'a pas beaucoup le choix et elle ne peut pas retomber sur une réglementation ou une règle qui lui fixe un niveau salarial, par exemple, ou des conditions de travail. Mevrouw de Jonge. Ik zou eigenlijk nog iets willen zeggen, maar een beetje wegfietsen van het probleem van de illegale tewerkstelling.
Ik wou nog even terugkomen op hetgeen wat Jerry daar juist gezegd heeft. Ik vind dat toch wel belangrijk, ja, ook omdat we in dit debat hebben het over het ruimere thema ook van loon- en arbeidsvoorwaarden en de studie van La FGTB Wallon. Interessante bevindingen. En ik denk dat bedrijven vandaag wel meer dan ooit beseffen dat je niet meer op zoek moet gaan naar het konijn met 5 poten. Hè. Maar aan de andere kant zitten we natuurlijk ook wel met een zeer rigide arbeidsmarkt. Die maakt dat we ook heel veel drempels zetten. En als je het dan hebt over arbeidstijdregistratie, dan komen we natuurlijk in het zeer complexe debat van arbeidstijd. En daar is het ook wel zo dat in bepaalde jobs dat men ook wel vastzit in een zeer strikt kader en men eigenlijk alleen maar deeltijdswerk kan aanbieden, omdat men een zekere flexibiliteit nodig heeft. Dus men zoekt de manieren om op een flexibele manier om te gaan. En dan kan het natuurlijk zijn dat bepaalde jobs en laagdrempelige jobs, dat die dan eerder in dat soort van arbeidsvoorwaarden terechtkomen. Maar dat is ook, dat heeft alles te maken met de manier waarop dat eigenlijk heel ons arbeidsrecht geconcipieerd is. En ik denk dat daar, dat is natuurlijk een hele moeilijke. Ik denk dat de sociale partners daar denk ik de best geplaatst zijn om daar eens over na te denken. We weten ook heel goed wat de situatie op het terrein is. En het zal een hele moeilijke zijn. Hè? Dus als we onszelf die opdracht geven, dan weet ik dat ik hier dat we lange debatten zullen hebben. Maar ook dat, denk ik, is ook een heel belangrijke boodschap. Het is niet omdat het lang duurt dat de sociale partners geen resultaat bereiken. Hè? Dus, Je voudrais terminer ce débat avec une considération plus générale. C'est une réflexion de l'OCDE, l'USO, qui affirme que si tous ont changé plus souvent de travail, on tiendrait plus longtemps le coup et il y aurait aussi plus de place pour les jeunes, mais aussi pour les primo-arrivants. Vous partagez cet avis? Absolument. Dus als we allemaal vaker van job zouden veranderen, dan zou dat plaats maken voor... La progression dans les carrières est intéressante. Mais c'est aussi la question d'évoquer la mixité dans les carrières et donc la possibilité de passer d'un statut à l'autre. Et là, en tant que représentant du CEM, je ne peux quand même pas louper une occasion de dire que le statut d'indépendant reste quand même quelque chose d'extrêmement intéressant qu'il ne faut pas, certainement pas écarter. Est-ce que les Belges en sont assez mobiles? Est-ce qu'on n'a pas trop tendance à s'accrocher à un job, tout comme on est aussi accroché à sa maison? On n'est pas très mobile ni géographiquement, ni professionnellement. Est-ce que pourtant ce ne serait pas une piste de solution pour créer de l'emploi de façon générale? Il faudrait changer notre culture de travail, de carrière, M. Vautson? Vous êtes sceptique? Non, je ne suis pas sceptique. Je dis simplement que je méfie des généralités comme ça, quoi. Autant peut-être bien qu'il manque de mobilité en Belgique par rapport à d'autres pays. Par comparaison, c'est possible, que ce soit la mobilité géographique ou la mobilité professionnelle. Mais à l'inverse, attention généralité, il y a quand même toute une série de jobs pour lesquels l'ancienneté fait partie de la compétence qu'on acquiert au fur et à mesure des années. Donc voilà, c'est simplement ça que je voulais dire. Il est parfois, il y a certainement de nombreuses professions où il est important de pouvoir engranger des années de travail et qui permettent certainement de pouvoir être encore plus efficace, efficient ou que sais-je au niveau d'un certain nombre de métiers. Donc, voilà, attention généralité. Mevrouw de Jonge. Ja, ik denk dat de mobiliteit, de professionele mobiliteit, dat zeer belangrijk is. Maar je ziet trouwens dat jonge mensen, we hebben ook al meerdere enquêtes daarover gedaan, en je ziet dat de jonge arbeidskrachten eigenlijk zichzelf ook niet heel hun carrière bij dezelfde werkgever zien werken. En zij gaan ook veel gemakkelijker van job veranderen. Natuurlijk, dat geeft ook kansen aan anderen. Hè. Het is zeker dat als mensen te lang blijven zitten, en dat is dan ook wel het verhaal van de insiders ten opzichte van de outsiders, je gaat meer jobkansen creëren als mensen meer mobiel zijn op de arbeidsmarkt. En dat is professioneel, maar ook de geografische mobiliteit is natuurlijk ook een heel belangrijk. Ja, meneer Bottomans. Ik wil er een klein voorbeeld willen aan toevoegen wat die mobiliteit betreft. Ook daar moeten we misschien durven experimenten ook doen. Dus de opzegtermijnen zijn soms een hinderpaal voor de werkgever om een contract te beëindigen. Die zijn lang. De werknemer heeft ook de onzekerheid. Als hij verandert van werk, gaat dat meevallen. En misschien moeten we daar durven een experiment doen. Er bestaat zoiets op het terrein, dat noemt de bridge. Dat in feite een vroegere werkgever en een nieuwe werkgever samen een werknemer de mogelijkheid geven om te transfereren van het ene bedrijf naar het andere.
En dat dan die overgang geleidelijk kan gaan zonder opzeg enzovoort. En als het niet lukt, kan hij terugkomen. Dat bestaat reeds op het terrein. Dat is een experiment vanuit coronaperiode. En zo'n dingen zouden denk ik meer moeten kunnen worden beoefend en ook op het terrein uitgetest. Ja, we moeten afsluiten, maar als u in 15 seconden... 15 seconden is natuurlijk erg kort. Ja, voor u is het onmogelijk. Maar Chris verwijst naar de opzegtermijnen. Maar we hebben in 2013 hebben daar de wetgeving zien veranderen. Wat dat we toen al wisten, dat de gemiddelde anciëniteit van de arbeiders was 7 jaar. En de gemiddelde anciëniteit van de bedienden was 11 jaar. Dus dat is al niet zo heel lang. Je kan daarover discussiëren. En nota bene, we hebben toen, zeker voor de hogere opzegtermijnen, is dat naar beneden bijgesteld. En voor de lage opzegtermijnen ook naar beneden bijgesteld. Hè. Dus dat is een eerste. Een tweede is van, ik stel jammer genoeg vast dat ook in de paritaire opleidingsfondsen die bestaan, dat de focus van werkgevers en werknemers die beheerder zijn van dat fonds, vooral zit over opleiding in onze eigen sector. Dus het is ons geld dat we daar moeten besteden voor eigenlijk in onze sector wat te doen. Dus ja, we moeten toch ook dan naar een totale mentaliteitsverandering gaan. En mobiliteit op de arbeidsmarkt, dat kan geen doel op zich zijn. Hè. Ook werkgevers gaan daar geen vragende partij voor zijn. Hè. Misschien voor sommigen, maar niet voor de grote meerderheid. Maar fijn. Okay. Dat in 15 seconden. Ja, ongeveer. Goed, dus we sluiten dit debat hier af. Een aantal mensen blijven op dit podium. Maar er is toch een kleine switch. U gaat weg, meneer Bottermans. En meneer De Wijver, monsieur De Wijver, vous nous quittez également. On peut les applaudir, en effet. Et on va faire un petit switch de micro, donc encore quelques petites minutes, pour passer au dernier débat. Donc on va entamer notre dernier débat. Monsieur De Gaulle et Monsieur Van Asse, qu'on a déjà vu tout à l'heure, nous ont rejoints. Et donc le thème de ce dernier débat, c'est la discrimination. On a déjà abordé à quelques reprises le problème de la situation des femmes sur le marché du travail, ces femmes hors Union européenne. Peut-être qu'on peut recommencer par relever les défis les plus importants pour ces femmes sur le marché du travail. Meneer Van Roos, misschien. Ja, we zijn als zorgsector in het algemeen een heel vrouwelijke sector, maar toch merken we dat ook in die sectoren, in bepaalde populatiegroepen, dat de toegang tot de arbeidsmarkt iets minder makkelijk gevonden worden. Daar wordt heel veel werk in gestoken. Ik weet dat er ook momenteel heel veel initiatieven, ook op sectoraal niveau, ook via de vormingsfondsen die bestaan, gedaan worden. Bijvoorbeeld een project dat bestaat bij ons is Integra, waar dat onder andere 33 mensen begeleid worden. Dat lijkt weinig, maar ja, het zijn eigen middelen van sociale partners. Ik kan alleen maar oproepen aan de overheid om daar nog extra middelen in te steken, want het is heel waardevolle begeleiding voor die mensen om op de arbeidsmarkt te komen. Maar aan de andere kant merk ik ook gewoon een aantal obstakels die we daar straks eigenlijk ook al hebben aangehaald. Bijvoorbeeld kinderopvang is een heel groot probleem. Ik moet vaststellen dat tijdens de vorige werkgelegenheidsconferentie het gebrek aan kinderopvang al een belangrijke conclusie was. Als we kijken naar de actualiteit momenteel, ja, merken we dat het eigenlijk alleen maar een groter probleem wordt. Ik hoop dat na deze conferentie toch weer een extra duwtje in de rug is voor de politiek om daar iets aan te doen. Want als we willen dat zeker mensen van buitenlandse oorsprong, maar eigenlijk iedereen aan het werk gaat, hebben we dat echt wel nodig. Zowel kinderopvang, men denkt dan vaak aan kinderen van 0 tot 3 jaar. Maar het gaat eigenlijk ook over naschoolse opvang. Dat is ook zeker essentieel om die mensen aan het werk te houden. Want anders inderdaad, ook zeker van bepaalde culturen, is het meer aan de vrouw om voor de kinderen te zorgen. Maar als daar een heel goed, moet zeggen, opvangnet voor bestaat, dan gaan ook zij makkelijker die weg vinden. En ook als dat en ten tweede moet ook betaalbaar en kwaliteitsvol zijn, dat zeker ook heel belangrijk is. En een andere zaak waar ik ook op wil alluderen, en waar dat Mark Levens had geloofd, was ook in het algemeen, was ook iets waar we naartoe kwamen, en het is nog niet heel veel aangehaald, is een mobiliteitsprobleem. Heel veel van die mensen wonen soms op een beetje afgelegen. Als ze willen gaan werken, ja, moeten ze natuurlijk ook op hun werk geraken. Ook bijvoorbeeld als we het hebben over een ziekenhuis, dat zit niet altijd maar in het centrum van een stad of heel dichtbij een station. Ze moeten ook van punt A naar punt B geraken. Als het ook heeft over asielzoekers die dan legaal zitten, maar die ook willen gaan werken. Ja, een asielcentrum is ook niet meestal in het centrum van de stad. Die mensen moeten ook de mogelijkheid hebben om op hun werk te geraken. En we merken dat dat ook één obstakel is naast... Ja, we hebben dan andere obstakels gehad over taal, opleiding en andere. Maar dat zijn toch nog twee zaken die ik even wil uitlichten.
Monsieur de Gaulle dit qu'il faut mieux accompagner ces femmes sur le marché du travail. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qu'il faut faire? Wel, we moeten heel veel doen. En Michael heeft al heel wat voorbeelden gegeven wat we kunnen doen. En ik vind dit de moeilijkste uitdaging van allemaal. Want voor alle mogelijke werkzoekenden die je hebt, die bijvoorbeeld in de werkloosheid zitten of die langdurig ziek zijn of waar dan ook, wel, we weten waar die zijn. We kunnen die opleidingen aanbieden. Die zijn werkzoekend. Die hebben ook bepaalde plichten waar we hen mee kunnen confronteren. Maar hier gaat het over een groep mensen die zich eigenlijk niet aanbiedt op de arbeidsmarkt. En volgens diezelfde arbeidseconoom, waar Mark het daarnet ook over had, gaat dat over 60% van de dames van buiten de EU27 bieden zich niet aan op onze arbeidsmarkt. En dat is niet goed voor onze arbeidsmarkt, maar dat is evengoed niet goed voor die dames zelf. Naar je moet ze ergens gaan We noemen dat in het mooi Nederlands outreachend. We moeten outreachend gaan werken. We gaan ze moeten proberen te overtuigen om toe te treden tot die arbeidsmarkt. En Michael heeft al een aantal heel belangrijke zaken gegeven. Kinderopvang, maar ik durf nog verder kijken. We moeten ervoor zorgen dat... Enfin, ik ga het anders zeggen. Wanneer je gaat werken, kosten kinderen meer dan wanneer je niet werkt. Je moet daar maar eens over nadenken. Kinderen kosten meer als je gaat werken. Wel, zeker als je laag loon verdient, ja, dan moet het de moeite blijven. Wel, laat ons daarop inspelen. Bijvoorbeeld door voldoende kinderopvang, betaalbare kinderopvang te zijn. Maar we kunnen ook met het groeipakket of de kinderbijslag gaan werken om die verschillen te gaan compenseren. Mobiliteit is belangrijk, ik ga het niet herhalen. Ik heb het net al gezegd, een heel belangrijke is taal. Als we ook opnieuw gaan kijken naar onze werkgevers, dan zien we dat 2/3 van de werkgevers zegt, in Vlaanderen, iemand die geen Nederlands spreekt, eigenlijk gaan we die niet aanwerven. Ik vind dat verkeerd. Ik ben het eens met wat Bernard Clairfaillie net ook zei. Van de beste manier om de taal te leren is op de werkvloer. En er bestaan ook programma's voor om dat te doen. Maar we stellen vast dat daar een heel grote drempel toe is. Wel, het hameren op die taal is zo belangrijk. En het erge daarvan is dat heel veel van die mensen die nog een statuut hebben, die een nationaliteit hebben van buiten de EU, niet noodzakelijk geboren zijn buiten de EU. Dus als ik één oproep mag doen, zowel aan het Nederlandstalig onderwijs, maar zeker ook aan het Franstalig onderwijs, maak de kennis van de tweede landstaal alsjeblieft opnieuw verplicht over de ganse opleiding. Dat is zo belangrijk. Want net als bijvoorbeeld mensen in Brussel het Nederlands ook veel sneller zouden leren, zou de wereld van de arbeidsmarkt in Vlaanderen ook veel gemakkelijker voor hen opengaan. Comment est-ce qu'on fait, monsieur Botson, pour aller chercher ces femmes, en effet, pour qui travailler tout simplement n'est pas une évidence. Ce matin, avec le Centre de l'égalité femmes et hommes, on a évoqué la possibilité d'aller dans les familles, discuter avec ces personnes pour convaincre parfois un mari qui n'est pas convaincu. Il faut aller jusque-là. Allez, je veux dire, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne doit pas rendre le travail obligatoire, mais à l'inverse, il est clair que... Pour un certain nombre, j'imagine, des femmes dont nous parlons ici, le fait de pouvoir, à un moment donné, aller travailler sera aussi un des outils d'inclusion important. Donc ça me paraît nécessaire de, en tout cas, à tout le moins, faire les démarches de façon à pouvoir au moins vérifier que les personnes sont intéressées par un emploi. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, au-delà de ce qui a été dit jusqu'ici, Il y a des investissements. Tout cela va avoir un coût, ou plutôt un investissement. J'entends qu'en effet, aller travailler lorsqu'on a un enfant, ben, il y a un risque de perte de revenus, ou en tout cas un risque de ne pas avoir un meilleur revenu alors qu'on va travailler. Alors ça signifie qu'il faut qu'il y ait des investissements publics de façon à ce que, notamment, tout ce qui est garderie d'enfants, que ce soit crèche et autres, que ce soit les garderies extrascolaires, soit des investissements publics et soit accessible à moindre prix, voire, dans certains cas, gratuitement, en fonction du niveau de revenu ou que sais-je. Donc là, il y a réellement une politique à mettre en place et accepter que ça représente, je préfère le terme investissement que le terme coût, de façon à pouvoir travailler de cette façon-là. Par ailleurs,
Il y a un élément dont il faut bien tenir compte, la difficulté aussi au niveau des garderies d'enfants, c'est en partie quand on retrouve du travail, mais c'est aussi, et pour ce public-là c'est important, lorsqu'on a une offre de formation. Parce que bien souvent la formation sera un passage obligé avant l'emploi, ou en tout cas un passage peut-être nécessaire avant l'emploi. Et là, souvent l'offre de formation arrive et il faut y répondre assez rapidement. Et trouver une solution de garde pour les enfants pour une formation est encore bien plus compliqué que quand il s'agit d'un emploi, surtout si c'est un emploi qui s'avère être un emploi stable. Et dernier élément, je pense que la première chose qu'il faudrait faire, parce aller chercher les gens par la main, ça c'est une chose, mais ce serait peut-être alors de voir de quelle façon il y a réellement un cadastre qui peut être fait aussi des compétences que ces personnes ont. Parce que j'imagine qu'il y a qu'il y a certainement un certain nombre de compétences qui sont présentes, qu'on ignore complètement et qui pourraient être aussi des solutions tout simplement économique ou à l'organisation du marché du travail. Et plus largement, il y a un élément que je voudrais mettre en avant, qui peut paraître un peu périphérique, mais sans faire le vieux dinosaure, moi je me souviens que jusqu'en, si j'ai bonne mémoire, dans les années 90, lorsqu'il y avait un emploi à temps partiel, le complément qui était encore versé au niveau de l'allocation de chômage était un complément qui permettait de se retrouver dans une situation où on n'a pas envie d'aller vers un emploi à temps plein, pas du tout, mais le complément était quand même un complément qui était calculé de façon un peu plus rationnelle qu'aujourd'hui. Et il faut quand même reconnaître qu'il est souvent assez fréquent que le travail à temps partiel soit malheureusement un premier passage vers un emploi à temps plein. Il faut appliquer les CCT 35, etc., mais ça c'est autre chose. Mais aujourd'hui, le travail à temps partiel, avec cette nouvelle méthode, c'est dans les années 90, cette nouvelle méthode de calcul du complément chômage est absolument inintéressant. Là, systématiquement, vous perdez de l'argent lorsque vous avez un emploi, lorsque vous avez un emploi à temps partiel. Et là, c'est quand même un piège. Et je répète, je ne suis pas pour promouvoir le travail à temps partiel, mais à partir du moment où on sait que c'est de temps en temps un passage vers le temps plein, il y a un véritable piège qui existe aujourd'hui. Et on a mis en place ces nouvelles, ce calcul du complément chômage pour économiser quelques millions sur le budget ONEM, objectivement, ça fait beaucoup plus de dégâts qu'autre chose. Alors pour quitter la question des femmes spécifiquement, terminons peut-être par la question de la discrimination. Il existe des outils de lutte contre la discrimination en entreprise. On a entendu tout à l'heure M. Botterman qui était peut-être un peu sceptique vis-à-vis des mystery calls. Donc il existe des outils. Est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'il en faudrait d'autres? Est-ce qu'il faudrait renforcer leur mise en œuvre? On a entendu ce matin aussi que les actions positives étaient insuffisamment utilisées, mises en valeur, qu'elles étaient même voire inconnues. Donc est-ce qu'il faut aller plus loin? Quel bilan vous tireriez de cette existence d'outils pour lutter contre la discrimination? Dat ik mag. Ja. Ja, ik heb in voorbereiding van dit debat ben ik nog eens gaan kijken in de sociaal-economische monitoring. Ik heb daar een aantal zaken uitgehaald die ik echt belangrijk vind en die hier naar mijn gevoel misschien nog onvoldoende aan bod zijn gekomen. Als je echt iets wil doen op vlak van discriminatie, dan staat er eigenlijk in de aanbevelingen van er bestaat al een gigantisch arsenaal. Met heel sanctionerend, dus men wil bepaald gedrag bijsturen en discriminatie kan niet. Dus ik denk, we zijn het er allemaal over eens. En we hebben in België ook twee organisaties waar klachten op een laagdrempelige manier kunnen neergelegd worden. Dus dat is op zich ook goed. We mogen het niet vergeten, er is UNIA, er is het instituut. Het instituut is dan meer voor de gendergelijkheid. Maar dat is heel belangrijk. Nu, wat zegt het rapport? De rol van de sociale partners is essentieel. En dan kom ik bij iets wat ik eigenlijk in de debatten nog niet gehoord heb, misschien vanmorgen, maar zo net, als we het hebben over discriminatie, dat is zo de pejoratieve kijk. Maar dan wil ik daar tegenover zetten diversiteit en inclusie. Het woord inclusie heb ik hier nog niet gehoord. Wat is belangrijk? Het is niet voldoende
dat je discriminatie probeert aan te pakken, dat je met quota en weet ik veel wat allemaal afkomt, dat gaat niks veranderen wanneer mensen dan uiteindelijk op de werkvloer zijn. Daar heb je inclusie en inclusief beleid nodig. Mensen moeten zich thuis voelen, moeten zich voelen dat ze deel uitmaken van de organisatie, dat ze gerespecteerd worden, dat ze zichzelf kunnen zijn. En dat is het luik inclusie. En daar zie ik meer en meer initiatieven die genomen worden, goede praktijken, die veel meer moeten uitgedragen worden. Dat is voor mij een essentiële rol voor elke sector. Kan je daar een voorbeeld geven? Een magnifiek voorbeeld is Women in Finance. Dat is de verzekering, de banken en de verzekeraars, die een initiatief hebben genomen, initieel vanuit de gendergelijkwaardigheid, maar dus dat hebben we opengetrokken. En waarbij dat men een heel systeem heeft uitgedokterd, een charter heeft gemaakt. En 90% van de werkgevers hebben dat charter ondertekend. Maar dat is niet zoiets vrijblijvends van oh ja, een charter, oh, we tekenen en een mooie foto en voilà, next point of the agenda. Daar engageren werkgevers zich om een doelstelling voorop te stellen. Dat kunnen quota zijn. Hè? Dus zij kunnen de doelstelling bepalen van wij willen op dat moment, we binnen 2 jaar of 3 jaar daar staan. En ze worden daarop uiteindelijk gecontroleerd. Ze moeten dat ook realiseren. Dus het is zo dat dat ook geaudit wordt. En daarnaast, wat doet Women in Finance? Die gaan ook nog eens enquêtes houden. En die hebben nu een enquête gedaan met 1500 medewerkers uit de sector. Dus dat is representatief, zou ik zeggen. En daaruit leiden zij bepaalde zaken af. En op die manier houden ze ook de vinger aan de pols van zaken die moeten bijgestuurd worden in de sector, naar alle ondernemers toe. En allee, dat is een heel mooi voorbeeld. Maar je ziet ook andere sectoren, hè, Agoria, die bijvoorbeeld heel sterk inzetten op vrouwen met een migratieachtergrond. Zij hebben meer stemprofielen nodig en zij organiseren dus heel wat om die dames te bereiken, omdat daar ook ongelooflijk veel intelligente mensen bij zijn en om hen op die manier ook op te leiden en om hen toe te leiden naar jobs waar dat er gewoon een tekort aan is. Dus dat zijn natuurlijk de zaken. En dan heb je ook heel belangrijk het lokale niveau. Dat komt ook uit de sociaal-economische monitoring. Heb ik gezien dat wanneer dat gemeentes ook in heel nauwe samenwerking met arbeidsbemiddelingsdiensten, dat in die gemeentes het aantal mensen met een migratieachtergrond aan de slag zijn gigantisch veel hoger is. Dus eigenlijk het hele lokale niveau, en wat Danny ook gezegd heeft, die outreachende aanpak, en als het instituut van morgen, ik heb het niet gevolgd, maar zegt van ja, je moet zelfs ook met de mensen gaan spreken, je moet ook hun probleem proberen te begrijpen. We mogen niet vanuit ons denkkader denken, we moeten naar hen luisteren en ook begrijpen waarom dat de stap naar de arbeidsmarkt zo moeilijk is. Het is op die manier dat we er gaan geraken. Maar niet met nog wat meer sancties. Want eerlijk gezegd, ik geloof er niet in. We moeten naar die cultuurswitch, we moeten er echt op een andere manier mee omgaan. Te veel sancties? Si je peux rapidement, donc les deux sont complémentaires. Dans le sens, il faut avoir un cadre avec un certain nombre d'éléments de sanctions et d'éléments, comme Monica l'a souligné, sur la discrimination, c'est quelque chose qui est not done, qui ne peut pas arriver dans les entreprises. Mais il faut avoir un cadre juridique qui permet, au cas où ça arrive, de pouvoir retomber dessus. Donc ça, c'est vraiment fondamental comme élément de base. Et ce cadre juridique, il existe ? Il est insuffisamment utilisé ? Ce cadre juridique existe. La question, c'est, on peut encore analyser, voir comment est-ce qu'on peut encore l'améliorer sur un certain nombre de points. Mais heureusement, il existe déjà, il découle de dispositions européennes aussi. Mais je voulais surtout faire le lien entre les deux. C'est important d'avoir ce cadre pour lutter contre la discrimination, ce cadre juridique, mais le volontarisme que l'on retrouve au niveau sectoriel, mais que l'on pourrait retrouver de manière peut-être plus systématique au niveau des entreprises, en ayant par exemple, à partir du moment où il existe un comité un comité de prévention et de protection au travail, il pourrait y avoir de manière systématique un plan de diversité dans lequel on fixe des objectifs, dans lequel on discute ensemble dans l'entreprise comment est-ce que, entre partenaires sociaux, comment est-ce que on peut dire tiens, notre objectif, c'est pas uniquement d'avoir une diversité
uniquement à l'embauche, ça peut être aussi une diversité dans la structure de l'entreprise, parce qu'il y a aussi la question de la progression, la question des carrières de tout le monde, donc d'avoir justement ces éléments-là. Et donc la diversité, à côté des questions de discrimination et de l'importance de la réglementation, la diversité, la promotion de la diversité et la systématisation volontariste est aussi un élément important. Mm-hmm. On va devoir conclure, mais allons-y. Oui. Ja, want dat is de eerste keer dat ik het woord krijg. Ik zeg niet dat u niet mag spreken, maar ik zeg dat we bijna aan het einde zijn van ons debat. Om dat misschien toch wat een voorbeeldje te geven rond naleving en handhaving. Voor degenen wat het niet weten, morgen is het de internationale dag voor het huispersoneel. En het huispersoneel, allez verdorie. Dat is toch een sector waar dat eigenlijk dan juist de doelgroep, en jammer genoeg dan ook nog dames, die er eigenlijk voor in aanmerking komen. Maar we zien daar toch dat we dat voor de Belgen eerst en uiteraard ook opengetrokken hebben, dat we dat een beetje hebben gelegaliseerd door daar dienstensectorondernemingen tegenover te zetten. Met een kader, nota bene, ik hoop ook eindelijk dat we nu in die dienstensector, dat we daar een cao voor 21 en 22, dat we dat krijgen. Ik hoop dat dat in de stijger staat, maar dat even terzijde. Maar het is wel belangrijk dat daar toch ook, we weten dat er behoorlijk wat misbruik is, niet zozeer bij die dienstensectorwerknemers, in de zin omkaderd, maar bij het huispersoneel. Maar ja, daar heb je ook die handhaving nodig. En ik weet dat werkgevers dat ook niet graag horen, maar het moet toch mogelijk zijn dat een inspectiedienst, we hebben dat straks al gezegd, want we zijn het erover eens dat er die handhaving moet kunnen zijn met voldoende personeel, dat die ook de autoriteit krijgen om dan bij die werkgever, huiseigenaar, van er ook eigenlijke controles te doen. Ik bedoel, dat zijn elementen die spelen. En ik weet dat zij, die wat alles conform en goed doen, als ik 120 per uur respecteer op de autosnelweg in goede weersomstandigheden, moet ik geen schrik hebben van flitspalen. Mm-hmm. Dat is niet zo. Twee, wil ik toch even nog ook een ander puntje aanhalen. Omdat we daar ook duidelijk vast deze morgen gehoord. Als we het hebben over ook geweld op de vloer, de MeToo-beweging. Lang voor de MeToo-beweging bezig was, is er eigenlijk al hard gewerkt om eigenlijk ervoor te zorgen dat we op de internationale arbeidsconferentie voorbereidend werk deden om dan daar een conventie rond te krijgen. Allee, we zouden toch ook best als collega's tegen de minister zeggen, op basis van de gesprekken gisteren en vandaag, dat we zeggen van ja, allee, het wordt nu wel hoog tijd dat die conventie geratificeerd wordt. Dus in die zin is het van, ja, ik ben het zeker eens met een aantal transversale elementen van mobiliteit en van kinderopvang, dat we die handhaving, dat we dat moeten op een menselijke manier doen. Ik heb dat straks gezegd, ook preventief. Maar verdorie, je moet toch weten, en we weten het van elkaar, dat de cijfers bewijzen het, dat er nog veel te veel mensen te kampen krijgen met dingen die jij en ik niet willen tegenkomen. En maar ja, daar heb je regelgeving en handhaving voor nodig. Ja. Misschien nog kort ingaan op de regelgeving. We denken inderdaad, regelgeving is belangrijker dan discriminatie. Regelgeving ga ik zeker niet in twijfel trekken. Maar zeker als we gaan kijken naar de positieve acties die u heeft aangehaald. Ja, als we die gaan kijken hoe dat die regelgeving in elkaar zit, moet je aan zoveel voorwaarden voldoen dat eigenlijk niemand die CO's gaat afsluiten in zaken positieve acties. Het is zo complex gemaakt dat je, ik vond de ondernemingen wel wat zichzelf positieve acties gaan nemen, maar niet degene die bedoeld zijn in het kader van de regelgeving, wat gewoon uitermate complex is en niet is aangepast aan de realiteit op het terrein. Daarnaast merken we ook, en daar is ook momenteel heel wat werk over geweest, omdat er een ganse hoop voorstellen naar de Kamer zijn gestuurd vanuit de evaluatiecommissie in zaken diversiteit, vanuit FOD Justitie, die alle antidiscriminatieregelgeving geanalyseerd heeft. Daar moeten we als werkgevers wel vaststellen dat meestal de meeste initiatieven die genomen worden heel veel administratieve rompslomp voor werkgevers meebrengen, die eigenlijk vaak geen bewezen meerwaarde hebben voor een diversiteitsbeleid. Het is meer documentjes invullen, antwoorden op bepaalde brieven. Ja, als je moet verplicht antwoorden op elke sollicitatie die binnenkomt en zeggen waarom je iemand geweigerd hebt, voor bepaalde functies komen meer dan 100 kandidaten hun functie indienen. Ja, dan merkt u natuurlijk dat totaal overbodig is. En van daaruit dat we ook, zoals Monica het aanhaalde, meer zijn voor een positieve aanpak, waarbij dat de sectoren een belangrijke rol spelen. Vaak de sectoren individueel met hun eigen middelen. Toen wij over dit onderwerp ook consulteerden bij onze leden en daarover gesproken hebben en het onderwerp opnieuw op de agenda plaatsten, merken we wel dat er ook vanuit ondernemingen toch redelijk wat ondersteuning, zie financiële ondersteuning nodig is, waarbij dat blijkbaar vroeger daar meer middelen voor uitgetrokken werden om op lange termijn structureel maatregelen te nemen. Nu is dat vaak projectmatig voor 1 jaar, 2 jaar. Ja, op 1 of 2 jaar voer je natuurlijk geen diversiteitsbeleid in een onderneming. Je kan wel iets opzetten, maar ja, als die 2 jaar voorbij zijn en het geld is op, zeker in een bepaalde ondernemingen, zoals bij onze
onze mutualiteiten, die hadden dan diversiteitscoördinatoren. Ja, dat is een project dat Jan Sluk graag op lange termijn vast verder zet. Oké, we hebben vandaag anderhalf uur gedebatteerd en nog een uur ervoor. Dat is veel, dat is zeker niet genoeg gezien de complexiteit van het debat, maar we zullen het hierbij moeten laten. Dank u allemaal voor uw komst en voor deze boeiende discussie.